Van harte welkom bij Testaankoop, de organisatie die u wil beschermen, uw belangen wil behartigen, maar vooral ook u wil informeren. En zo ook vandaag in deze aflevering. En concreet gaan we wat meer informatie geven over stakingen in de luchtvaartsector. Misschien hebt u het jammer genoeg al meegemaakt, uw vlucht wordt kort voor de afreis geannuleerd omwille van staking of andere reden, maar de vlucht gaat niet door. En dan hebt u natuurlijk rechten. En Anne, onze experte van dienst, die weet daar alles over. Dag Anne. Hallo, Doreen. Zelf al eens meegemaakt? Geannuleerde vlucht? Nee. Maar tijdens corona hebben heel veel mensen dat wel meegemaakt. Ja. Dus het is effectief belangrijk dat men goed geïnformeerd en is. En nu is het zo dat we een beetje in een context zitten. Mm-hmm. We hebben de staking gehad in de luchthaven van Charleroi een paar weken geleden. Mm-hmm. En op 1 oktober heeft de luchthaven in Zaventem ook aangekondigd dat er gaat gestaakt worden. Dus heel wat mensen zullen er toch weer mee te maken krijgen. En het is niet alleen iets dat zich dus in de zomervakantie voordoet. Het doet zich het hele jaar voor. Ja, en het is niet per se staking van een bepaalde maatschappij, maar het is zeker ook omwille van soms staking in de luchthaven zelf. De mensen die... Dat is nu het geval. Dus nu is het niet de luchtvaartmaatschappijen die staken. Nu is het de mensen die op de luchthaven werken, die staken. Nu, misschien eens even kijken, waar hebben we dan eigenlijk recht op? Hè? Ja, dus eerst moeten we natuurlijk de algemene regels geven. Waar heb je recht op als je vlucht geannuleerd wordt? En die regels die komen uit een Europese verordening. En het eerste dat we dus moeten uitleggen is wanneer is die Europese verordening van toepassing. Mm-hmm. En het is het makkelijkste om dat te doen aan de hand van een voorbeeld. Dus als je vlucht vertrekt vanuit een Europese luchthaven, bijvoorbeeld een vlucht van Brussel naar Athene, mm-hmm. van Athene weer terug naar Brussel, dan is die reglementering helemaal van toepassing. Maar het wordt moeilijker als je te maken hebt met een vlucht naar buiten de Europese Unie. Ah. Neem bijvoorbeeld een vlucht Brussel-New York en je reist met Brussels Airlines. Brussels Airlines, een Europese maatschappij. Mm-hmm. Dan is de Europese regelgeving van toepassing, zowel voor de Brussel-New York als voor de New York-Brussel. Ja. Maar reis je met Delta Airlines bijvoorbeeld, dan is de regelgeving... Dat is een Amerikaanse maatschappij. Ja. Dan gaat de regelgeving van toepassing zijn voor de vlucht Brussel-New York, omdat je vertrekt in Europa, maar niet voor de vlucht New York-Brussel, omdat je vertrekt buiten Europa. Dus dat is een eerste ding dat je wel, waar je wel rekening mee maar moet houden. Maar zijn die regels dan zo anders? De regels zijn wel anders. Okay. Absoluut. De regels zijn helemaal anders in andere werelddelen en in andere landen. Mm. Dus inderdaad, wij hebben het geluk in Europa, in regelgeving, overal hetzelfde. Ja. Daarnaast, als je vlucht geannuleerd wordt, en dat is evident, heb je de keuze als consument. 1. Oftewel, krijg je een andere vlucht aangeboden, mm-hmm. op een ander tijdstip, zo snel mogelijk in geval van een staking vaak. Oftewel, als dat je beter uitkomt, kan je ook een terugbetaling vragen. Jij kiest niet de luchtvaartmaatschappij, want vaak denken de mensen dat, maar nee, dat is de keuze van de consument. Mm-hmm. Dus het een of het ander. Dat recht heb je altijd, ongeacht wanneer de vlucht geannuleerd wordt. En dat bedrag wordt. Dat ik heb uitgegeven? Dat is het bedrag dat ik betaald heb voor de vlucht. Ja. Dat is een eerste aspect. Mm-hmm. Daarnaast, als je in moeilijkheden komt op de luchthaven zelf. Hè, wij kennen allemaal die taferelen van mensen dus die in luchthavens al, moeten slapen, omdat hun vlucht niet vertrekt, mm-hmm. een groot probleem is ontstaan. Wel, dat mag eigenlijk niet volgens de Europese regelgeving. En als ik het goed voor heb, zou nu een blauwe illustratie moeten komen met je rechten die je altijd hebt als je in moeilijkheden komt op de luchthaven. En dat is eerst en vooral dus dat je een aantal telefoontjes mag doen. Een beetje de regelgeving dateert van al lang geleden. Ja. Van het pre-GSM-tijdperk. Maar als je moest in de problemen komen, kan je dat altijd vragen. Daarnaast moet men je ook iets te drinken en te eten aanbieden als dat langer duurt. Mm-hmm. En ook je te slapen leggen.
Als je hotel en je vervoer weer terug naar de luchthaven, in dat geval. Ja. Dat geldt natuurlijk voor mensen die ter plaatse zijn al op vakantie en dan met dergelijke problemen worden geconfronteerd. Hè. Mm-hmm. En dan derde zaak waar je eventueel nog recht op hebt, is een extra vergoeding. Bovenop dus de terugbetaling van de vlucht of bovenop de nieuwe vlucht. En dan moet ik ook weer een reken ik erop dat ze ook weer een illustratie tonen nu. Dat hangt af van de afstand. Dus het gaat van 250, soms in andere gevallen 400 en 600 euro per passagier, per vlucht waar het is misgelopen. Mm-hmm. Nu, dat laatste, die extra compensatie, daar heb je wel alleen recht op als er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Dat is eigenlijk de overmacht. Zoals het weer, situatie. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Want in jouw voorbeeld naar New York heb ik al zelf toch wel meegemaakt in mijn familie. Klopt. Dat mensen door grote winterstormen niet kunnen vliegen. Inderdaad. Ja. Waar denken we dan aan? Aan weer, aan natuurrampen, aardbeving, oorlog en dergelijke meer. Ook vrij actueel, jammer genoeg. Inderdaad. Ja. Dat soort zaken, dan heb je wel altijd natuurlijk recht op de terugbetaling van je vlucht, als moet geannuleerd worden. Maar je hebt dan geen recht op die extra vergoeding. Mm-hmm. En specifiek wel als er gestaakt wordt? Ja, als er gestaakt wordt, en dat is wel belangrijk, want hier is er een heel groot onderscheid te maken. 1. De staking gaat uit van het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Okay. Ja, dan heb je wel recht op die bijkomende vergoeding, tenminste als je vlucht binnen de 14 dagen voor afreis wordt geannuleerd, dus kort voor afreis wordt geannuleerd. Dan heb je wel recht op die extra vergoeding. Omdat is de redenering van het Europees Hof van Justitie die zich daarover heeft uitgesproken, een luchtvaartmaatschappij impact heeft op haar personeel. En dus doordat zij zich weigerachtig heeft opgesteld ten aanzien van haar personeel, gaat het personeel staken. Dus hier kan de luchtvaartmaatschappij zelf iets doen om die staking te vermijden. Maar stel dat er andere staken, en dan denken we bijvoorbeeld aan bagageafhandelaars, luchtverkeersleiders, of wat er zich nu ook gaat voordoen in Zaventem, dan is dat ook een geval van overmacht voor de luchtvaartmaatschappij en hoeft zij die extra vergoeding niet te betalen aan de consument. Oké, ja. All right. Grote, belangrijke verschillen. Heel groot verschil, stel, je staat voor zoiets, hè, al dan niet al in de luchthaven. Wat kan je dan best doen? Wat is de next step? Zo snel mogelijk de luchtvaartmaatschappij contacteren dan, om een oplossing voor je te vinden. Mm-hmm. En stel dat je inderdaad in een geval bent waarin dat je recht hebt op een vergoeding. Of stel ook dat ze bijvoorbeeld je hebben laten liggen daar in de luchthaven en je geen logies hebben voorzien. Of stel dat ze je niks gezegd hebben, je bent zelf dan maar op zoek gegaan naar een hotel en je hebt zelf dat hotel betaald of je hebt zelf maaltijden uitgegeven. Wel, hou daar de bewijsstukjes van bij en vraag dan terugbetaling. Ja. Nu, hoe doe je dat? Wel, de meeste luchtvaartmaatschappijen die hebben een procedure die ze helemaal uitleggen op hun website. Mm-hmm. En het is natuurlijk altijd het best om die te volgen. Alright. Nee, heel goed. Vinden we daar ook iets van informatie terug op onze website? Ja, heel veel informatie. Ook alle bijzondere gevallen die er zouden kunnen zijn. Want wat ik hier verteld heb, is maar het algemene plaatje. Tip of the iceberg. Inderdaad. Ja, ik voel dat jij er alles over weet, Anne, en dat we nog heel lang zouden kunnen doorgaan. Maar ja, inderdaad. Dat was niet de bedoeling vandaag. We hebben een klein beetje tips en tricks meegegeven. Dank je wel om te komen. Graag gedaan. Merci. En we zien elkaar zeker snel terug. Ja, mocht het je overkomen, ik hoop natuurlijk van niet. Maar zoals we hier net bespraken, is het best wel jammer genoeg actueel vandaag. Zowel overmacht, maar ook stakingen. Dus ga zeker eens een kijkje nemen. Hè. Op voorhand laat het niet liggen totdat het effectief gebeurt. Lees het eens na. Wat zijn eigenlijk je rechten? Want er zijn best wel wat rechten als consument, zoals u al weet. Dat was het voor vandaag. Ik zie u heel graag een volgende keer terug met een nieuw onderwerp. Tot dan!